We zijn vandaag in Dordrecht bij Sarens en we krijgen hier vandaag een rondleiding. Ga je mee? Hoi. Tim. Ja, Alex. Alex, aangenaam. Hoe gaat het met je? Ja, gewoon goed met jou. Hoi. Ja, prima. Wat doet Sarens precies? Sarens doet al het horizontale en verticale ijswerkzaamheden. En dat doen wij van heel klein, naar heel groot, heel complex, wereldwijd. Wereldwijd? Ja. Dus eigenlijk, als jullie worden gebeld, kort gezegd, zegt dat ze in Tokio iemand nodig hebben voor verticaal of horizontaal werk, dan komen jullie. Ja. Gaan daar naartoe. Wij hebben vestigingen over 64 landen in de wereld verdeeld. En vanuit daar wordt dus dat aangestuurd. Ja. En waar nodig wordt onze expertise ook ingevlogen of gevraagd. Ja. En dat is omgekeerd ook natuurlijk. Dus kan het zijn dat ik bijvoorbeeld hier begin en dat iemand zegt, nou je gaat wel lekker. We hebben voor jou, wil je misschien naar het buitenland en er is een vestiging hier? Ja hoor, nog mensen. Die mogelijkheid is er. Die is er gewoon. Als jij dat heel graag zou willen en je hebt de capaciteiten ervoor en de kwaliteiten. Hè, ja. Dan kan jij zeg maar naar onze NV overstappen. Dat is dan de NV in België, daar zit ons hoofdkantoor. Ja. En dan ga je vanuit daar opereren en dan kan je wereldwijd uitgezonden worden. Dat is wel interessant. Ja. Ik denk als je weet ik veel, ergens gaat werken en je hebt die mogelijkheden, dat maakt het werk wel interessant. Want dat kan betekenen dat als je uitgekeken bent hier, dat je gewoon naar een ander land gaat. Heel zwart-wit gezegd, als je hier binnenkomt als niks en je wordt gewoon opgeleid, kan je in de loop der jaren het zelfs zo brengen dat je als manager eindigt. Even anders gezegd, je kan zelfs nog directeur worden hier als je je best doet. En wat voor opleiding heb je eigenlijk nodig? Wat basisopleiding moet je hier hebben? Nou, voor de kranen die wij hier bedienen, zeg maar, moet je je TCVT-hijsbewijs hebben. Dat is gewoon wettelijk verplicht. Okay. Alles boven de 10 ton meter waar wij mee werken, moet een TCVT-hijsbewijs hebben. Dus dan ga je 2 tot 4 tot 6 weken naar school. Dan krijg je de beginselen te leren van hoe een kraan werkt, hoe je hem op moet stellen. Je krijgt een stukje theorie, je krijgt wat rekenwerk. Ja. Als je daarvoor geslaagd bent, dan heb je je mooie boekje en dan zou je in principe op alle kranen mogen draaien die er maar zijn. Dus binnen mobiele. 6 weken, van 2 tot 4, 6 weken, zou dat kunnen? Ja, dan zou dat kunnen. Dus je kan echt snel zeg maar ergens komen? Ja, als je wil wel. Als je ambitieus bent en zin hebt en ja, de tijd in wil steken natuurlijk. Ja, precies. Je moet het willen. Je moet een stukje affiniteit hebben met dit gebeuren. Ja. Lekker ook veel meisjes. Zijn welkom. We zien ze weinig, behalve dan op kantoren zeg maar. Maar ja, in een operationele sector zoals dit zijn er nog maar een aantal meiden die in dat land op een kraan zitten. Ja. In tegenstelling tot de haven, daar hebben we ook kranen, hè, havenkranen, daar zitten wel veel meer vrouwen, ja, ja, zeg maar, in operationele functies. Ik denk dat dat nog een beetje... Ja, kan nog komen. Ja, ik weet niet wat dat is. Angst? Of, het is niet bekend ook waarschijnlijk. Nee, maar het is ook een mannelijke industrie in de zin van, jou, als je kijkt naar de geschiedenis van de industrie. Ja, maar dat is iets wat je dus los moet laten. En dat is wel leuk als dat gebeurt. Ja. Dan krijg je een beetje niks. En je ziet ook steeds meer vrouwen zeg maar, dit soort werk gaan doen. Ja. Dus. Mag ik jou bedanken? Ja, dat mag jij. Ik hoop dat je het nice zin hebt. Ja, zeker. Ja? Ik ga even een rondje maken. Misschien even een kraantje. Dat is goed. Ja. Kijk maar eens even wat je doet. Ik zie je nog. Succes. Dankjewel. Hey, toppie, hè? Hoi. Hoi. Hey. Goeiedag. Hey man. Emiel. Tim, aangenaam. Dit is voor jou? Ja, van Sarens. En wat doe je voor werk hier? Ik ben kraanmachinist. Oké, okay, en hoe lang al? Een jaar of 30, 31. Oh, dat is echt lang. Ja, dat kan je wel zeggen. En wat vind je er het leukste aan? Nou, een beetje afwisselend werken. Ja, wat voor dingen dan allemaal? Ja, van alles. Ik ben van kleine kraan begonnen tot een grote kraan. Oké. Okay. En nu weer van kleine. Ik heb gehoord dat ik jou ga helpen vandaag. Oh, leuk. Hartstikke leuk. Ja. Maar ik weet alleen niet waar ik moet beginnen. Dus jij moet mij maar een beetje sturen, want ja, ik heb echt geen idee. Oh, heb je handschoenen? Nee. Dat moet je eerst hebben. Heb je handschoenen? Heb je handschoenen? Dat komt best wel goed. Heb je handschoenen? Dat komt best wel goed. Dat komt best wel goed. Oké, cool. Ja. Okay. Dan gaan we beginnen. Dan ga ik even de kraan opstarten. Ja? Eerst de schotten leggen. Oké. Okay. En dan gaan we verder. Waar moet ik ze leggen? Oké. Okay. Moment. Ja. Ga de poten uitschuiven. Wat gaan we doen? We gaan een beetje uitschuiven, een beetje draaien. Wat moet ik dat doen?
Natuurlijk. Nee, durf je dat? Ja, dat is goed. Dan moet je wel luisteren, hè? Ja, ja, ik doe rustig aan. Oké. Okay. Hoop. Voel je thuis? Het is lekker speelgoed in. Hè? Groot speelgoed. Een beetje gas geven daar, met die. Ja. Hoe vond je het gaan? Ja, ik vond het perfect, joh. Ik vond het wel leuk, want je hebt een joystick. Het is echt zoals bij een computerspel. Dus alleen, dan wil je alleen niet dat het verkeerd gaat. Geen perfect. Want, ik denk dat je mag solliciteren. Serieus? Natuurlijk. Ja, ik zou even doen dan ook. Ja. Ik wil wel zeggen dat via Emilio. Oh ja. Dankjewel, man. Het was leuk om even te doen. En mag ik deze outfit houden trouwens? Voor mij wel, tuurlijk, joh. Toch, dan ben ik tenminste herkenbaar gewoon. Ja, dat is goed. Thanks, man. Niks nog, dankjewel. Niks vertellen. Ik zeg niks. Oh, wel grappig, voelt een beetje zoals vroeger aan je dat de Duck Hunt speelt op je Sega zet. Maar dan mag het niet verkeerd gaan, want dan ben je echt game over. Tijd om wat meer informatie in te winnen. Hey, je doet een beroepsbegeleidende leerweg. Ja. Wat houdt het hier precies in? Dat je vier dagen gaat werken en één dag naar school. Okay. En ik ga dan naar school Da Vinci College in Dordt. Ja. En dan eigenlijk wat je op school leert, dat zie je terug in de praktijk. Dus eigenlijk leer je veel sneller omdat je ook werkt? Ja, eigenlijk wel. Ja. En je krijgt geld? Ook. Nou, dat is wel lekker. Dat is op zich wel lekker, ja. 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 En waar geef je dat dan uit? Ja, van alles eigenlijk. Kan ik wat lenen? Kan. Top. En wat is het leukste aan hier werken? Hier werken, de diverse dingen die je doet. Zeker wat ik doe is van alles. Ik zit buiten, ik werk buiten, binnen doe ik. Ik help soms ook de monteurs hier. Okay. Dus het is heel. Het is niet dat je één ding echt doet, maar je doet veel verschillende dingen. En hoe lang werk je hier nu? Ik werk nu bijna een jaar hier. Ah, oké, dus je zit al wel echt hier erin. Mensen kennen je nou. Ja, ik zit, ja. En dan word je al geaccepteerd en zo. Dan zit je in de groep. Ja, gezellig. Oké. Maar ik zit zo te denken, als je dan 18 of 19 bent en je verdient dat via de BBL leerweg, dan wil je dit toch gewoon doen? Ja. Dus waarom zijn er dan niet zoveel jongeren die dit willen? Te lui om te werken misschien? Als jij te lui bent om te werken, kijk gewoon naar een ander filmpje op YouTube. Dan gaan wij verder met mensen die wel willen werken. Doei! Nog, hoe heet hij? Stefan. Stefan. Chop chop. Komt er niks bij. Je moet hierin praten, anders horen we je niet. Hierin. Gezellig. Je moet naast gewoon het opgaan erbij. En jullie werken heel veel samen, of niet? Ja. Ja. Ik voelde wel een twijfel. In het begin heel veel en nu wat minder. Nu waarom? De vrachtwagen zit. Je bent meer in het land? Nu ben ik sinds een klein maandje op de vrachtwagen. En wat betekent dat precies? Dat ik eigenlijk met de vrachtwagen, ballast, hulpmaterialen, schotten, noem het allemaal maar op, ombreng. En wil jij in Nederland blijven werken of wil je ook zeg maar, die vestiging in het buitenland van doen? Ik zou wel in het buitenland willen werken. Ik heb een weekje in Estland ook gewerkt met SPT's. Ook voor dit bedrijf? Ook voor dit bedrijf. Dat is wel echt tof. Ja, dat is heel gaaf. En dan ben je niet alleen dus, je werkt met andere mensen daar? Ja, dan werk je met mensen uit andere landen ook. Dus België, Slowaken, Polen, noem het maar op. Echt van alles. En dan ga je die s'avonds natuurlijk echt tering veel zuipen met z'n allen. Nou, dat valt wel tegen mee. Ja, echt wel. Nee. Je hebt toch wel één avondje? Nou, als we de dag erna niks hebben, dan drinken we wel eens wat. Maar... Ja, jullie zijn net mensen, zeg maar. Zijn echt net mensen. Ja, nou, dat is iets gemeen. Dat is wel leuk. Ja. Maar tof. Nou ja, succes hier nog. Ja, hoeveel jaar moet jij nog? Tot. Ja. Je bent al klaar? Ik ben klaar met mijn traject. Ja, maar ik moet er nog in. Oh, je moet er nog in? Ja, maar ik ben 37, dus ik ben best wel laat begonnen. Ah ja, alle leeftijden zijn er ook. Daarom. Ja. Ik heb heel weinig rimpels, dus ik kan best wel mee van 19. Ja, nee, zonder twijfel. Ja? Zeker. Ik voel dan een klein beetje een twijfel bij jou. Ah ja, begin 20, maar... Oké, tof. Vet. Heb jij een twijfel? Blijven twijfelen. Heb je geen twijfel? Misschien moet je dit maar eens gaan doen dan.
later. Wil je nou ook een keer dat ik bij je langskom, dan kan, ga dan even naar baasoverjeeigentoekomst.nl. Later.